Dit is dus de zielenverslinder en daar ging je linea recta in als je wat verkeerd had gedaan. Dit is je hart, dit is de godin Ma'at en dit is de grote weegschaal waar je ziel op gewogen wordt. En als je het verkeerd had gedaan, at hij je op en had nooit iemand in het hiernamaals last van je. Spanning en sensatie dus in de Kunsthal van Rotterdam. 4 maanden lang is hier te zien hoe de Egyptenaren mensen mumificeerden en waarom ze dat deden. En als je hier rondloopt heb je echt het gevoel alsof je in het dodenrijk bent, in een piramide. Dit is dus de dodenbark en de overledene is hier op weg naar het hiernamaals. Klinkt toch eigenlijk allemaal dat Egypte als een soort afschuwelijke samenleving, zielenverslinderaar en zo. Ja, maar ja, als je het goed deed, dan had je daar geen last van. Dus het was ook een beetje een stok achter de deur om goed je best te doen. En als je het echt goed had gedaan, dan zie je zelfs dat alle goden te vriend zijn. Die reizen met je mee op de dodenbark. En zelfs als het nou een beetje windstil is, dan kun je zien dat ze hier met z'n allen nog aan een touw staan te trekken om de boot in beweging te krijgen. Voor kinderen is hier ook van alles te doen. Dus kan je eigen knuffel meenemen en mummificeren. Maar hopelijk op deze knuffel en een goed hiernamaals.